Goedemorgen Tessa. Goedemorgen. Het is vroeg, 8 uur. Waar gaan we heen? Paardjes kijken. Vandaag gaan wij een roadtrip doen. Een vriendin van mij die wil een paard en die heeft kinderen. En Tessa is het? Proefkonijntje. Het proefkonijntje, ja. De hele auto ligt vol. Tadaa, met eten, speelgoed, kussens, dekens. Ze moeten daar ook nog van alles. We moeten best wel ver rijden. Maar ja, dat is natuurlijk wel leuk. Ja. En vandaag zijn we make-uploos. Mm-hmm. Want het is ongelooflijk rot weer. Ik weet niet of je dat kan zien zo. Kijk, nou, ik weet niet of je het ziet. Maar het waait en het giet en het regent. Nou, nu is het even droog. Maar niet helemaal. Dus wij gaan nu eerst naar Zeeland. Waar zijn we? Weet je dat? In Westkapelle. Ja. En dan zijn we naar een PRE-paardje aan het kijken. Ja, en die is heel leuk. En hij houdt helemaal niet van het Nederlandse weer. Ja. Hij wil alles eigenlijk gewoon warm hebben. Ja. Dus we gaan even kijken. Ik wil graag op rijden. Nou zo. Tess heeft een nieuw vriendje. Poes. Ik heb nog een vriendje. Yay. Tessa zit op een groot paard en het paard luistert soms naar haar. En Tessa nog een hoop te leren. Maar hij vindt haar wel aardig, geloof ik. Beentjes, beentjes, beentjes. Oeh, dat mag hij niet. Weer weg. We gaan naar een ander paard toe. Ik vond Boy heel leuk. Dat is dat paardje. Hij luisterde vooral goed naar me, toch mama? Ja, heel goed. Beter naar jou dan naar mij. Uh-huh. Ik vond hem wel heel leuk en ik hoop dat hij nog te koop staat als ik later groot ben. We zijn bijna bij het andere paardje. Emma? Ja, in the middle of nowhere. Ja, we zien bijna niks. We zijn in Groningen. Het is ook wat verder dan gedacht. Ja. Wat langer rijden ook, hè Tess? Ja. Ja. Nou ja, we zijn ondertussen bijna. Nog een broodje met ei gehaald. Na heel lang rijden. We hebben echt ruim 300 kilometer gereden om erachter te komen dat dit een paard is met een heel erg groot verleden. Hij is in Spanje geweest, is in Duitsland geweest en nou ja, goed, het is heel heet. Dat had ik van tevoren op internet dat natuurlijk wel even gevraagd. Ik had een Minke altijd gevraagd. En dan kom je bij een paard waar je dus echt niet eens op kan gaan zitten. Dus helemaal voor niks hierheen gereden. Vond jij wel jammer, hè? Ja. Ja, ik ook. Nou ja, het is niet anders. Dus wij gaan lekker naar... Huis. Ja. Wat ik niet fijn vind, als ik wel bij het andere paard blijf. Ja, nou ja, zo gaan die dingen. Niet bij dit paard hoor, die is hartstikke vervelend. Nee, die andere. Ja, die andere, die vind ik echt heel leuk. Dus volgende keer beter. Zeg maar doeg. Doei. Doei. Niet zo teleurgesteld, dat komt goed hoor. Ja. Yeah.